Het team van FC Eindhoven is er klaar voor. Zowel de spelers als de trainer hebben het volste vertrouwen in een nieuwe seizoen. We hebben een goede voorbereiding gedraaid, genoeg weken op trainingsveld gestaan. Dus zo goed als hij klaar kan zijn op dit moment, daar zijn we denk ik. We hebben toch wel een tijdje zonder wedstrijden moeten doen, 2-3 maanden. Maar ik denk wel dat we goed hebben kunnen trainen, veel hebben kunnen trainen. We hebben weinig blessures op dit moment. Dus ja, ik denk dat we er goed voor staan. Een nieuwe groep, nieuwe mensen, dus je moet een beetje naar elkaar toe groeien. Maar ik denk dat we iets meer erin zijn gegroeid en iets beter zijn gaan voetballen. En ik denk dat we er nu klaar zijn voor vrijdag. Woensdag heeft de voetbalclub tijdens de training de laatste tactieken besproken en uitgeprobeerd. We zijn hard bezig met bepaalde varianten van de opbouw. Dat zijn we er goed in aan het slijpen. En dat kan altijd beter. Daar moeten we het hele seizoen mee bezig blijven, zodat dat gewoon voor iedereen helemaal duidelijk is dat je gewoon vaste patronen hebt. Het is de eerste keer na de coronastop dat FC Eindhoven weer een officiële wedstrijd speelt. Ik denk dat er meer een nadeel is dan een voordeel. Ik denk dat je dat ook ziet in andere competities waar ze wel weer sneller zijn begonnen. Je bent ook blessuregevoeliger. Het is toch een hele lange periode dat je wat minder hebt gedaan met je lichaam. De belasting die je nodig hebt voor wedstrijden. De uitdaging is vooral om de jongens weer fit te krijgen. Vooral om geen blessures op te lopen. En dat zie je bij heel veel clubs. Dat in deze fase dat je toch wat blessures oploopt. Doordat je een tijdje geen wedstrijden gespeeld hebt. Corona stop of niet, de ambitie is er niet minder om. We gaan voor de winst, tuurlijk. Iedereen heeft in moeten leven wat ik net al zei. En de een zoveel, de ander zoveel. Nou gaat het erom om toch op welke manier we toch de selectie bij elkaar hebben gekregen. En ik denk dat we een goed voetballend team hebben. Alleen, ja, er komt heel veel bij kijken. Bij het voetbal niet alleen dat je goed kunt voetballen, maar ook de wil om te winnen. Dat soort zaken. Dus ik ben benieuwd hoe ver we zijn. Ik denk dat we gewoon voor het linker rijtje voor de play-offs moeten gaan. Ik denk dat is ook uitgesproken. En ik vind dat ook, dat moet ook gewoon een doelstelling zijn van ons. Vrijdag 28 augustus is de eerste wedstrijd voor FC Eindhoven in de eerste divisie. De Eindhovense club neemt het dan op tegen Jong Utrecht op sportcomplex Zoudenbalg. Je moet toch spelen en dan kun je net zo goed maar de wedstrijden winnen. Anders kun je beter stoppen. Ja.